Eén op de drie inwoners in België heeft buitenlandse wortels. Minstens één van de ouders komt uit het buitenland of het gaat om mensen met een andere nationaliteit. Maar hoe moeten we die cijfers nu interpreteren? Wat geven ze precies aan? Ik leg het voor aan VUB-professor Patrick de Bozere, gespecialiseerd in demografie. En ook Imaad Anouri van Groen en Tom van Grieken van Vlaams Belang laten hun licht erop schijnen. Goedemorgen iedereen en welkom. Ja, laat ik meteen met u beginnen, professor. 1 op 3, is dat veel of is dat weinig? Ja, het is uiteraard veel, 1 op 3. Maar het is vergelijkbaar met onze omliggende landen in dat opzicht dat eigenlijk België is een zeer verstedelijkte samenleving. En als je kijkt naar steden als Londen, Parijs, de Randstad, New York en zo verder, heb je eigenlijk nog veel grotere aantallen mensen met een migratieachtergrond. Dus we zijn eigenlijk in het centrum van Europa een zeer open gemeenschap waar dat mensen naartoe komen ook. En een heel deel van die internationale gemeenschap is natuurlijk ook verbonden aan internationale instellingen. Ja. Niet zoals dat die al zelf, Unie, bijvoorbeeld, of internationale bedrijven. Maar de familie van mensen die voor de Europese Unie werken, journalisten, PR-bureaus, lobbykantoren en zo verder. En dat geeft natuurlijk een vrij grote internationale gemeenschap. Naast natuurlijk de historische evolutie van ons land. Dus we hebben sinds de Tweede Wereldoorlog een belangrijke arbeidsmigratie gehad, die dan actief door onze bedrijven is georganiseerd geworden. De steenkolenslag van Achille van Akker in 1946, waarbij dat dan eerst naar Italië werd gekeken. En dan hebben we eigenlijk de grootste migratie gehad op zeer korte tijd. 100.000 Italianen die in ruil voor steenkolen naar ons land zijn gekomen. Ja. Laten we er eens een grafiekje bij nemen. Om de cijfers te bekijken, de rode balkjes stellen de cijfers van 2020 voor. 67% zijn Belgen met Belgische achtergrond, 19,70% Belgen met buitenlandse achtergrond en 12,40% zijn niet-Belgen. Dus we spreken wel altijd over inwoners in België op dit grondgebied. Het gaat enkel om inwoners, hè? Dus de 12% gaat om mensen die nog altijd een buitenlandse nationaliteit hebben en in België wonen. Dat zijn heel vaak bijvoorbeeld Nederlanders, Fransen, Verenigd Koninkrijk en zo verder, Duitsers. Zijn dat de grootste groepen? De Nederlanders en de Fransen behoren tot de grootste nationaliteitsgroepen, die dus met hun eigen nationaliteit behouden. Dat is ook normaal, hè. Er is heel veel grensmigratie, mensen die huwen of werken over de grens heen of gaan wonen aan de andere zijde van de grens. Dus het is normaal dat dat ook de belangrijkste groepen zijn. Mm-hmm. De groepen die daar heel dichtbij aansluiten, dat is, ik denk op dit moment de Roemenen, zijn nu een heel belangrijke groep geworden. Dat is duidelijk een arbeidsmigratie, maar dan veel meer op individuele basis, mm-hmm. mensen die naar hier komen om te werken. De Marokkaanse gemeenschap staat op 5, als ik me niet vergis. Dus dat zijn zowat de grootste groepen. Maar het meest kenmerkende voor die recente periode is de enorme diversiteit. En de laatste 10 jaar hebben we eigenlijk een explosie gekend aan verschillende nationaliteiten. Het is een amalgaam van nationaliteiten en etnische achtergronden. Ja, een grote diversiteit, omdat ook de redenen waarom dat men naar hier komt, zijn heel verschillend. Dus je hebt aan de ene kant wat men noemt de poolfactoren, mensen die naar hier komen omdat hier bijvoorbeeld werk is. Hè. De Belgische economie is een heel performante economie, heeft heel veel arbeidskrachten nodig en zal dus mensen aantrekken die op zoek zijn naar werk. Maar tegelijk heb je natuurlijk ook pushfactoren, mensen die uit hun land weggeduwd worden. Het meest kenmerkende, het meest gekende zijn natuurlijk de mensen, de asielzoekers geweest, die omwille van oorlogssituatie vluchten. Hè. Maar dat is eigenlijk maar een kleine stroom van het geheel van die migratie. Uh-huh. En die migratie die zie je niet alleen in België, maar die zie je eigenlijk wereldwijd. En je ziet ook in andere richtingen. Er zijn ook bijzonder veel Belgen die internationaal op dit moment overal ter wereld. We hebben meer dan 500.000 geregistreerde Belgen in het buitenland. En daarnaast wellicht minstens nog een veelvoud daarvan. Ja. Maar als we hier blijven, hoe wordt er dan geteld? Men telt eigenlijk nu in de cijfers van Stadbel 1 generatie terug maar, hè? Ja, Stadbel, dus vroeger hebben we al onderzoek gedaan naar mensen met migratieachtergrond. Dat is niet nieuw, dat is al 40 jaar dat we aan de universiteiten proberen de samenstelling van de bevolking naar allerlei kenmerken en met andere woorden ook naar migratieachtergrond in kaart te brengen. Dus eigenlijk, die cijfers verbazen ons helemaal niet, want dat zijn de cijfers waar we al lang mee werken. Het verschil is dat nu de overheidsinstelling Stadbel die cijfers publiceert
En zij maken gebruik van het Rijksregister. Dus het is een veel, hoe zou ik zeggen, efficiënter methode. In die zin dat het al het puzzelwerk dat we vroeger moesten doen naar aanleiding van een volkstelling, dat dat niet meer moet gebeuren. Dus op dit moment kan je via het Rijksregister de afstamming gaan opzoeken. Men beperkt zich tot de ouders. Waarom? Omdat je natuurlijk niet altijd informatie hebt van de grootouders. Die is afwezig bijvoorbeeld. En omdat je ook, omdat die gewoon niet opgenomen is in het Rijksregister. Ja. Dus je moet de gegevens in het Rijksregister hebben die er zijn. Dus dat betekent ook dat je een asymmetrie hebt tussen wat we zien van de jongste generaties. Laten we maar zeggen dat de min 18 dat vrij goed in kaart is gebracht. Maar plus 50, dat zal niet goed in kaart zijn gebracht. Want vaak zijn de ouders al overleden voordat die opgenomen zijn in het register. En men heeft dus geen spoor. Dus mensen van Italiaans origine of bijvoorbeeld Hongaarse origine, die in de jaren 56 naar hier gekomen zijn, of vroeger uit Rusland naar hier gekomen zijn, of uit gevlucht waren uit Duitsland of Oostenrijk met het fascisme. Al die mensen, daar heb je geen voorouders van. Daar heb je geen geschiedenissen van. Dus die zijn geregistreerde. Dus dat betekent dat die allemaal beschouwd worden natuurlijk als Belgen van Belgische origine. Ja. Het is een beetje een manier om natuurlijk om in kaart te brengen een realiteit die zeer divers is en zeer verscheiden. Want de complexiteit van de verschillende groepen die aanwezig zijn, met ook de evolutie heel snel over de generaties heen, maakt dat het in kaart brengen van wie is hier in België met een migratieachtergrond. Aan de andere kant is het relevant. Waarom? Omdat het toch een spiegel voorhoudt van onze maatschappij. Hè. We moeten toch weten van hoe is onze maatschappij, hoe zit die ineen? Net zoals dat we weten van hoeveel ouderen en jongeren dat we hebben, hoeveel mannen en vrouwen, is het ook relevant om te weten van welke zijn de levensgeschiedenissen van mensen die hier in ons land aanwezig zijn. En wat kunnen we concluderen uit die cijfers? Dat we gewoon heel divers zijn dan, of hoe moet ik het zien? Ja, dat we eigenlijk op twee generaties tijd, net zoals veel grootsteden overal ter wereld en veel landen overal ter wereld een enorme evolutie naar een zeer diverse maatschappij hebben gekend. Als in de jaren 60, 70 zei men soms de wereld is ons dorp geworden en dat had te maken met het feit dat we kennis hadden van alles wat er een beetje overal in de wereld gebeurde. Vandaag kunnen we eigenlijk zeggen dat ons dorp of onze stad de wereld is geworden, omdat heel veel mensen van overal in de wereld aanwezig zijn. En steden als Antwerpen of Brussel hebben zowat alle nationaliteiten die ter wereld zijn, zijn aanwezig in die steden. Dus dat is iets heel nieuws natuurlijk. Een grote diversiteit in talen, in afkomst, in denken, in... Ja, een diversiteit in de diversiteit. Tom van Grieken, ja, u trok fel van leer op Twitter. U tweette, omvolken, het gaat snel. Wat bedoelt u met omvolken? Wel, zoals de professor zelf zegt, het is wel een aanzienlijk aantal. En het is de grootte en de snelheid waarmee we geconfronteerd worden. En ik moet het ook een beetje tegenspreken. Geconfronteerd worden met? Met die cijfers die toch wel exponentieel toenemen. U zegt dat de grootste instroom van migratie, arbeidsmigratie, was in de jaren 50, 60. Uw eigen artikel uit 2017, wanneer er 138.000 mensen, immigranten, naar ons land kwamen, was ongezien. Een bevolkingsaangroei van 1%. En, meneer de professor, ik heb veel dingen genoteerd, ik ben gestopt. Uw cijfers zijn natuurlijk cijfers, maar u kunt natuurlijk alleen de goede kant benadrukken. Als u spreekt over internationalisering, ik heb gezegd, dat zijn allemaal PR-bureaus, lobbygroepen. Ja, dat zit niet in uit de maar baan, de vraag was, wat bedoelt u precies met omvolken? Ik zal even op de cijfers ook maar terugkomen. Dus wat, het is de wel... cijfers, dat klopt wel. Hè. Dus er zijn 160.000 Italiaanse migranten naar hier komen in de arbeidsmigratie. Dat klopt zeer, maar... Daarboven, wat je daar moet rekening houden, is emigratie en immigratie. Er zijn dus twee stromen. Dus als we zeggen van in 2017 waren er ongeveer 138.000 mensen die naar ons land zijn gekomen, hetzelfde jaar zijn er ongeveer 70.000 mensen uit ons land vertrokken. Dus die internationalisatie gaat in alle richtingen. Dus we hebben echt migratiestromen. En het is eigenlijk het saldo dat de aangroei van de bevolking geeft door migratie. Meneer de professor, dat het niet de nieuwe Vlamingen zijn die emigreren. Dus eigenlijk is het nog eigenlijk dramatischer cijfer als je kijkt het profiel van de mensen die emigreren, die wegtrekken uit de stad, maar ook uit het land, en wie er toekomt. Grosso modo, en u weet dat, ieder jaar ontvangt België ongeveer 60.000
niet-Europese vreemdelingen. En dat is jaar na jaar. Grosso modo, dat verschilt een beetje. Corona zal het weer wat lager zijn. Grosso modo is het op dat niveau dat we de afgelopen jaar zitten. Maar als u bijvoorbeeld zegt, de poolfactoren, omdat hier veel werk is, laten we ook heel eerlijk zijn, meneer professor, de grootste poolfactor is gezinshereniging en de gulle sociale zekerheid. Nee, dat, dat klopt absoluut niet. Dus, de belangrijkste factor van migratie is arbeid. Hè. Je kunt de cijfers van Mirja erop naslaan. De belangrijkste factor van migratie is arbeid. De tweede belangrijkste is familiehereniging. Wat ook logisch is. Als mensen hier komen werken... Als mensen hier komen werken, is het ook logisch dat mensen daarna hun gezin komen vervoegen. Maar dus, arbeidsmigratie is belangrijkste. Familiehereniging, tweede. Studiereden, de derde. En de vierde reden is asiel. Oké, professor, Tom van Grieken... Nee, u mag de waarheid toch geen onrecht aandoen? Tom van Grieken... Ik wil wel, maar ik mag mijn zin toch kunnen afmaken. Ja, maar u bent al langer aan het woord. U trok dus op Twitter... Mevrouw, voor alle duidelijkheid. Het is 2 jaar geleden dat u mij nog hebt uitgenodigd. Nee, dat klopt niet. Juni 2019. Ik geloof dat ik u vorig jaar nog heb uitgenodigd. Je mag geen fake news verspreiden, natuurlijk. Juni 2019. Ik zou het moeten nakijken. Ik heb het voor u nagekeken. Ah, oké. Ik zal het straks nog eens checken, maar omvolken, het gaat snel. Ja, dat klopt. Wat bedoelt u met omvolken? Het vaststellen dat, wat je kunt noemen, de autochtone bevolking vervangen wordt door nieuwe Vlamingen. Een deel is een witte stadsvlucht en je stelt dat fenomeen vast. En het gaat behoorlijk snel en is behoorlijk groot. Ik heb begrepen dat er heel veel commotie is rond het woord omvolking, maar wat meneer Anouri de superdiversiteit zal noemen en wat meneer de professor de internationalisering zal noemen, noem ik omvolking. Ik wil de term weggooien, mij geen probleem. Ja. Maar het fenomeen blijft dat onze steden, onze grootsteden, bepaalde wijken, niet meer Vlaams aanvoelen. Oké, dat is duidelijk. Imad Anouri, u neemt aanstoot aan de term omvolking. Op Twitter had u het over. De term is je zuiverste racisme. Jawel. Ik heb met heel veel interesse geluisterd, dus ik zou even willen reflecteren op wat er is gezegd geweest. Eerst en vooral, ik vind het wel opvallend als meneer Van Grieken wordt geconfronteerd met wetenschappelijke cijfers en onderzoek, dat het meteen is fake news, het klopt niet, de wetenschap aanvallen. En dan meteen wat heb ik ook meteen, fake news genoemd? Maar wacht even. En dan ik heb gewoon gezegd dat hij dat in de positieve kant benadrukt. Maar meneer Van Grieken, ik heb u er juist laten uitspreken. U was niet veel fake interesse, news. En met heel veel interesse geluisterd en ik wil daar nu toch wel een paar dingen over zeggen. Je hebt natuurlijk de term omvolking, en je hebt dan daarnaast het idee erachter. Eerst die term. Ik stel vast, ik benoem, dat die term onder andere ook werd gebruikt door het naziregime. Dat heette toen omvolking, ik weet niet of ik het juist uitspreek. Hè. Dat is dan natuurlijk wel opvallend, want dat ligt voor een stuk bloot welke ideologie achter dat soort termen is. En dat is iets waar ik mij als democraat altijd, meneer Van Grieken heb ik laten uitspreken, waar ik mij als democraat altijd met hand en tand tegen zal verzetten. Anderzijds heb je het idee erachter. Het idee is, en u hebt het net gehoord, confronterend, dramatisch, als je vertrekt, zoals meneer Van Grieken doet, vanuit het idee dat de Vlaming, de Antwerpenaar, eigenlijk één soort volk is, een homogene groep, die nu vervangen wordt door een andere groep. Dus in zijn ideologie iemand die eruit ziet als hem, die dan zou vervangen worden door Vlamingen, Antwerpenaar, die eruit zien als mij, dan is dat een idee dat ik natuurlijk fundamenteel verwerp. En waarom is dat zo? Omdat voor mij het volk, de Vlaming, de Antwerpenaar, altijd een groep is geweest van diverse groepen mensen. Dus wat wil ik daarmee zeggen? De gezichten van de Antwerpenaar als volk, als stadsgemeenschap, zijn en mensen die eruit zien zoals meneer Van Grieken, en mensen die eruit zien zoals mij, zoals u, en nog 180 andere nationaliteiten, geaardheden, leeftijden enzovoort. En zoals de professor heeft aangehaald, is dat natuurlijk een internationale trend. Je ziet dat in West-Europa, je ziet dat in Amerika, Toronto, evengoed in São Paulo, in Moskou, maar ook, en dat is interessant, bijvoorbeeld in Noord-Afrika, de Maghreb zet dat door. En de vraag die je daarbij moet stellen is, wat definieert ons als stadsgemeenschap? Is dat de wortels, of dat we hier 50, 100 jaar, 150 jaar zitten? Of hoe hebben we ons... Ik zal de vraag stellen aan meneer Van Grieken, wat definieert het woord volk? Eerst iets uit de wereld helpen wat intellectueel oneerlijk is. Meneer Anouri, we kennen elkaar al heel lang. Het fenomeen waar nazi's heldere gebieden wilden verduitsen, dat is die omvolking. En wij verzetten ons tegen dat fenomeen. Dat maakt ons net niet de nazi's. Hè? Wat een ongelooflijke intellectuele oneerlijkheid. Dus u beschrijft perfect een evolutie in Nazi-Duitsland. Ik zeg, daar verzetten wij ons tegen. En omdat ik mij er tegen verzet, ben ik de nazi. Ik weet dat Groen neerkijkt op de kiezers, maar nu beschouwt u echt ATV-kijker als dommerik. Maar op het laatste nieuws zei u dat u niet wist dat de term omvolking van het nazisme kwam. Ja, klopt. Bent u dan nu bereid om het woord omvolking niet meer te gebruiken? Geef mij een ander woord waar de autochtone bevolking vervangen wordt...
internationalisering. Ja, voor mij geen probleem. We noemen het de internationalisering. Maar dan heb ik het over... De internationalisering, laten we het hebben over de internationalisering van het criminele milieu. Laten we het hebben over de internationalisering van de klanten van het OCOW. 7 op de 10 mensen van het OCOW heeft een niet-Belgische origine. Maar ik ben mijn zin aan het afmaken. Dus geef het kind een andere naam. Maar de problemen blijven. Als we vandaag zien dat onze scholen in onze grootsteden kreunen onder het probleem, dat ze geen kennisoverdracht meer kunnen doen, maar vooral met culturele kloven moeten overbruggen, dan is de oorzaak natuurlijk toch massa-immigratie en de bijhorende omvolking. Wilt u de term omvolking niet gebruiken? Geen probleem. Maar, we noemen het internationalisering. Ik zou toch iets willen zeggen over die omvolking. Woorden zijn niet onschuldig. Hè? En het woord omvolking, ik hoef daar geen relatie te leggen met het nazi-verleden, het woord omvolking zegt iets. Dat zegt iets, en je hebt het ook zelf gezegd. Dus de ene bevolking wordt vervangen door een andere bevolking. Het woord omvolking, volgens mij, is 1, fundamenteel onjuist. Het verklaart niet of het geeft niet weer wat er aan het gebeuren is. Dus er wordt niet een volk door een ander volk vervangen. De laatste keer dat dat in de geschiedenis is gebeurd, is wellicht de Europese kolonisatie van de Amerika, waar dat de inheemse bevolking vervangen is door een ander volk. Of communistisch Rusland. Maar de omvolking, het vervangen van een volk door een ander, stelt het voor alsof een bestaande bevolking door een ander wordt vervangen. Dat is fundamenteel eigenlijk, dat is het tweede punt, racistisch. En daar treed ik dat bij. En dat heeft niks te maken met nazi-ideologie, dat heeft te maken met een bepaalde visie. Als jij zegt dat op basis van deze cijfers dat de omvolking vooruit gaat, dan zeg ik, dan legt jij een lijn en zegt jij, Martin Tange is van ons en Farah Diagiri bijvoorbeeld niet. Nee, professor. Dan zegt jij, Riyad Bari, die hoort hier niet toe. Ja, maar nee, toch wel. Meneer professor. Ja, maar mag ik uitspreken? Mag ik eerst uitspreken? Het woord is aan de professor. Als je woorden in de mond legt, mag ik uitspreken. Dus ik zeg, je legt een scheidingslijn tussen mensen met een migratieachtergrond en anderen. Dat is niet waar, meneer de professor. Dat is niet waar. Dan ten derde, is een bijzonder gevaarlijk woord. Maar we weten zeer goed dat het woord omvolking gebruikt is geweest, bijvoorbeeld door mensen zoals Breivik, die verantwoordelijk is voor het ombrengen van 77 jongeren. En mensen, de man van Christian Church had precies hetzelfde woord gebruikt. Maar, dus woorden zijn niet onschuldig. Niet aanvaard, en dus professor, vind ik het heel belangrijk... Professor, wat ik niet aanvaard, vind ik het heel belangrijk, dat u mij en mijn partij en 800.000 Het gaat niet over u en uw partij, en zeker niet over uw kiezers. Het gaat over het gebruik van het woord. Het gaat over de professor. Het gaat niet over u. Ja, professor. Het gaat niet over u. Het gaat over het woord. Dit is toch niet een heel korte reactie. De moderator. Oftewel, grijpt u nu in. Ik aanvaard niet. Ik aanvaard woordgebruik, omvolking. Ik aanvaard niet dat u mijn 800.000 kiezers op dezelfde lijn plaatst als André Breivik en massamoordenaar. Ik heb het over het gebruik. Professor, maar, nu is dat mij. En u luistert niet. Ik heb het over het gebruik van het woord. Meneer de professor, u neemt uw woord nu terug. Tom van Grieken is nu aan het woord. U neemt nu uw woord terug, meneer professor. Wanneer u dat woord gebruikt, is dat een gevaarlijk woord. Maar doe dus even zus. En nog iets anders. Heel kort, meneer zit hier, meneer professor, men doet hier alsof ik pik van u niet, dat u mijn kiezers maar op één lijn... Kiezers, wat men nu zou zet ik niet op die lijn. Ja. Meneer kiezers professor, heb ik niet hoor. Ik heb het ik over uw niet. Woordgebruik en uit respect voor uw kiezers. Maar wat is dit? En om uw kiezers... Ik heb mijn verleden zelfs... U hebt nu een moderator op debat van u verder. Ik aanvaard dus niet dat u mijn 800.000 kiezers... op de lijn. Het is hier onmogelijk. Het is toch niet serieus? Ik heb het erover. Het woord omvolking. En niet over de kiezers. Ik aanvaard niet dat u mijn kiezers en mijn ideologie op dezelfde lijn plaatst met massamoordenaars. En uw masker valt af natuurlijk, meneer professor. In het begin van dit debat kon u nog voordoen als een professor. Maar u bent een communistische professor. U geeft les op de Marxistische Universiteit. U geeft uw boeken uit bij de PvdA-uitgeverij. U bent de PvdA-professor en daarmee u voert hier een politieke stand. En dat is natuurlijk wat u niet graag hebt. En als wij... maak me zien mee af. Nu, dat is het hele punt. Eerst is het dus je speelt op de man wanneer je het inhoudelijk niet meer kunt verdedigen. Daar komt het op neer. Het loopt uit. Ik wil dit debat niet verder zetten als op die manier gedebatteerd wordt dat mijn kiezers met massamoordenaars vergeleken worden. Je kunt dat misschien doen bij je communistische vrienden. U vergelijkt uw eigen kiezers. Jullie beiden hebben jullie punt gemaakt. Ik ga nu naar Imad Anouri. Imad Anouri. Ik moet zeggen, ik vind dit echt redelijk bedroevend. Collega van Grieken, er worden 1 wetenschappelijke feiten aangehaald. Er wordt daar een mening aan gekoppeld. En u gaat meteen in de Calimero houden. Door
op de man te spelen, inderdaad. Meneer Van Grieken, ik heb juist geluisterd met redelijk grote ogen naar het schouwspel dat zich hier heeft ontsponnen. En ik zou graag terug willen gaan naar de essentie. De essentie is, meneer Van Grieken, en laat u mij uitspreken om mijn redenering af te maken, als u niet wilt dat er verwezen wordt naar nazi-praktijken als het gaat over uw woorden die u gebruikt, gebruik ze dan ook niet. Maar meneer Van Grieken, wacht nu even. En het gaat... Het is helemaal niet intellectueel, eerlijk. Het gaat over het basisidee, en laten we er gewoon niet flauw over doen, het gaat over het basisidee dat het probeert aan te wakkeren, namelijk dat de autochtone witte Vlaming, dat die vervangen wordt door de nieuwkomers, de bruine Vlaming, en dat dat een probleem is. Dat is voor een stuk wat je wilt zeggen, namelijk dat de Vlaming de tijd van vroeger, dat iedereen eruit zag zoals u, dat dat in gevaar komt omdat die vervangen wordt door andere mensen. Maar, en dat is fundamenteel... Stel dat hij het woord omvolking zou laten vallen... Omvolking wil zeggen dat er een groep is die hier thuis hoort en een andere groep hier niet thuis hoort en minderheid in eigen land. Terwijl de internationale situatie, en dat is toch belangrijk om te weten, dat we nu spreken over majority-minority cities. Wat wil dat zeggen? Dat in alle internationale topsteden, waarvan ik hoop dat wij Antwerpen en New York aan de Schel worden en niet een soort van bokrijk naast de parking, dus dat wij ook een internationale topstad worden, dat je daar ziet dat er eigenlijk geen meerderheden meer zijn, maar gewoon verschillende groepen, gemeenschappen, die samen een stadsgemeenschap, het volk uitmaken. Mm. Dat is de internationale vaststelling. En de vraag die je moet stellen, en dat vind ik kwalijk aan het beleid en de retoriek van uw partij en niet van uw leden of de stemmers, want ik ga regelmatig in gesprek met uw stemmers en ik wil er straks over hebben, over de angst dat mensen voelen, want dat vind ik een hele interessante. Ja. Maar wat ik kwalijk neem aan de retoriek, is dat je dan vertrekt van een stadsgemeenschap gaat ervan uit of dat je erbij hoort op basis van je etnische kenmerken, terwijl voor mij een stads- en een volksgemeenschap is, gaat over wie dat hier zit, wie dat samen met ons deze labgrond deelt, hoe schakel je mee in om van onze stad en onze gemeenschap een sterke, weerbare, moderne, welvarende regio te maken. En daar gaat het over. Als we nu het woord even vergeten van omvolking, moeten we dan ook niet, kan u dan de boodschap niet enigszins begrijpen? Witte mensen voelen zich misschien in de verdrukking. Oh, maar ik begrijp dat zeer zeker. En ik denk niet zozeer dat het verdrukking is. Als ik gesprekken heb met Vlaams Belang stemmers, en ik doe dat de laatste tijd meer en meer, ik deed ervoor, en ik vind het heel interessante gesprekken, dan zie ik vooral een gevoel van verlies. Ik zal twee voorbeelden geven, omdat ik dat heel belangrijk vind. Een eerste gevoel was bij iemand die tegen mij zei over een winkelstraat in Antwerpen, die ik heel leuk vind. Dat is een winkelstraat waar je een Vlaamse slager hebt, een Turkse bakker, een Marokkaans cafeetje en nog een paar van die hipsterwinkels. En voor mij is dat de wereld samen in één straat. En ik was met die Vlaams Belang stemmen aan het spreken en hij zei, ja, maar voor mij is dat dus een probleem. Die straat. Waarom? Vroeger kende ik die winkelstraat. Ik kende elke winkelier. Ik kon alles lezen wat er op de winkelramen stond. En nu ken ik de helft van die uitbaters niet, worden er vreemde talen gesproken en heb ik het gevoel dat ik iets verlies. Ik zal nog iets anders zeggen. Dat doet mij heel erg hard denken aan de gesprekken die ik voer met heel wat eerste generatie migranten. Die tegen mij zeggen, wij zijn van Marokko, Turkije en hier gekomen. Dat is een nieuwe wereld. Wij hebben onze kinderen die hier geboren zijn. Wij herkennen die niet meer. Ik heb discussies met mijn kinderen omdat die plots kerstbomen thuis zetten. Bijvoorbeeld de discussie die ik met mijn moeder heb. We hebben een kerstboom thuis, ze vieren de Sint. Als die kinderen gaan hebben, wat blijft er dan nog over van mijn eigen culturele identiteit? En dat gevoel van verlies delen heel wat Antwerpenaren. En dat gaat gepaard natuurlijk met het feit wat de wetenschapper inderdaad terecht heeft aangehaald. De superdiversiteit van de afgelopen jaren gaat supersnel. We zijn een nieuwe identiteit voor een stuk vorm aan het geven. Ja. En dat gaat niet zonder vallen of opstaan. En wat dat zal zijn, is dat zien we voor een stuk op de schoolbanken. Mensen gaan onderlinge relaties aan. Mensen geven een nieuwe cultuur, identiteit, een nieuwe vorm. En dat is door botsen, dat is door aantrekken, dat is door een verschillende vorming die internationaal altijd heeft bestaan. En dat is wat er is aan het gebeuren. En om dan mensen kwalijk tegen elkaar op te zetten en te zeggen dramatisch dat we worden bedreigd, daar is de boel oppoken en niet de mensen vooruit helpen. Ja, Tom van Grieken, verkleuring, internationalisering is een feit. Het is een werkelijkheid en we kunnen er misschien niet blij mee zijn, maar we kunnen bijna niet anders. Ik wil dit uit de wereld helpen. Meneer de professor en meneer Hanouri zeggen allemaal wat mijn programma is. Mag ik eens een heel zot voorstel doen? Mag ik mijn programma verdedigen? Want hier worden een hoop leugens verkondigd. Ik heb drie zinnen gezegd, die is weer vandaag. Als u één punt kan vinden, meneer Hanouri, waar wij het niet als voorwaarde stellen in mijn programma, je mag teruggaan tot 40 jaar terug, gaan niets vinden. Wij zeggen altijd, wij willen de migratie stoppen... Ja, maar... derde zin dat ik probeer uit te spreken. Wij zeggen altijd, we willen de migratie stoppen. En met de mensen die hier zijn, ongeacht... En je kent me al heel goed, hoe lang gaan we aan het debatten? Ongeacht uw huidskleur is, ongeacht uw afkomst, of je geel, blauw, paars, pimpelkleuren hebt, maakt mij niet uit. Daar maken we het Vlaanderen van morgen. Maar met drie groepen mensen maken we het Vlaanderen van morgen niet. Komt je hier om criminele feiten te plegen?
maken we niet Vlaanderen van morgen. Komt je naar hier om te profiteren van onze sociale zekerheid alleen en niet om te werken, maken we niet Vlaanderen van morgen. En als je een extreme vorm van de islam aanhoudt, dat je vindt dat vrouwen minderwaardig zijn dan mannen en homoseksuelen maar van gebouwen gegooid moeten worden, daar maken we het Vlaanderen niet van morgen. Dat is mijn programma. Ja. Al de rest wat hier aan tafel wordt gezegd, is politieke spinning en framing. Ja. Twee. Misschien moet u mij niet geloven. Misschien heb ik hier een quote meegebracht van iemand die toch gekend is als een grote voorvechter van het antiracisme en het Vlaams Belang met hand en tand heeft bestreden. Abu Jaja. Hij heeft getweet enkele dagen geleden. Ik heb wel begrip voor autochtonen die zich zorgen maken dat ze als natives ooit een minderheid zouden worden. Dit gevoel van vervreemding moet bespreekbaar zijn. Ja. Wat we hier hebben gezien, is niet dat bespreekbaar is. Hè. Is de grote racist. Ik heb het net gedaan. Tom en zijn kiezers zijn Andrés Breivik. Hetgeen dat ik oprecht zeg. Ja. We zijn leeftijdsgenoten. Ik ben opgegroeid in de Carnotstraat. Ik heb er de laatste Vlaamse bakker zien vertrekken. De laatste Vlaamse winkel. De Abdijstraat. Er is nog een bakker op de Turnhoutse baan. Xavier, heel goede bakker. Ja, maar de Carnotstraat, bakkerij Rolus, topbakker is vervangen door een Turkse bakker. Firul is vertrokken, zelfs Le Chapeau is vertrokken. Ja, maar u komt van Hoboken, he, u komt van Hoboken, de Abdijstraat. Zelfs de allochtonen noemen het vandaag al de Abdijstraat. Dat gevoel van vervreemding, dat moet je nu herkennen. En die omvolking of die massamigratie heeft gevolgen. Als er een probleem is in het stedelijk onderwijs, als er een probleem is dat mensen elkaar niet meer begrijpen. Ik heb nog nooit iets begrepen. En dat rond ik me af, mevrouw. We weten dat er heel veel problemen zijn in deze stad. Hoe gaat je een probleem oplossen door dat groter te maken? Eén voorbeeldje. Armoede. Je weet dat, meneer Anouri, is vooral, en jammer genoeg, gekleurde armoede. Achter heel veel deuren is veel armoede. Hoe gaat je die armoede aanpakken door nog meer armoede te importeren? Dat lijkt mij echt een vergissing. Een reactie, iemand ja, ik wil op een paar dingen reageren. Eerst en vooral, ik wil gerust hier terugkomen voor debatten te voeren over veiligheid, over armoede, over criminaliteit. Maar niet als je alles op een hoopje gooit en dan doet alsof dat cultuur het grootste probleem is. Want één, dat is niet het geval. En twee, ik heb een half uur nodig om uit te leggen waarom het dan niet het geval is. Dus ik kom graag volgende week terug voor een ander debat. Twee, als het gaat over Antwerpen... maar wacht even. Als u zegt... ik vind dat echt fascinerend, meneer Van Gieke. Kom aan. U gaat direct meteen in Calimero houden. U zegt, ja, maar als ik dan zeg over die angstgevoelens, dan wordt hier meteen gezegd dat niet klopt, hebt u mijn tussenkomst gehoord? Ja, ja. Over het feit dat ik met uw kiezers in gesprek ga en begrijp wat ze zeggen. En ik zal nu iets anders zeggen. Als ik met hen in gesprek ga... als ik met hen in gesprek ga, dan zie ik ook dat zij zelf voor de toenadering zoeken naar de dingen die ik zeg. Want hoe meer je met elkaar praat, in plaats van mensen tegen elkaar op te zetten, hoe meer bruggen dat je kan bouwen. Volgens mij kunnen we het niet eens zijn. We zijn het niet eens, meneer Van Gieken. We kunnen het eens zijn over het feit... Migratie... Bent u met een verkeerde been uit bed gestapt? Meneer Anouri, als ik hier permanent onderbroken word en wordt uitgescholden, dat weet ik niet. Maar laat u mij even uitspreken. Dat is toch deel van de Antwerpse... Eerst nog iemand aan Noori en dan ga ik naar Tom van Grieken. Ik heb het gevoel dat u lichtjes geïrriteerd bent. Ik word niet graag beledigd voor racist en voor massamoordenaar. Dat is niet goed voor mijn humeur. Dan kom ik terug bij u, Tom van Grieken. U zegt, ik ben daarover niet beledigd. Neemt mijn woorden. Ik ben er niet over beledigd. Dat is een straffer. U wil een stukje beledigd. Ik heb het alleen gehad over het gebruik van het woord. En wat is de betekenis van het woord? Niet over u. En het woordgebruik vind ik dat u dat absoluut moet afscheiden, want woorden zijn niet onschuldig. We zien in de Verenigde Staten hoe gevaarlijk woorden zijn. Dat is het enige. Over wat meneer Van Grieken heeft gezegd, namelijk, kijk mijn programma, er zit niks van etnie in enzovoort enzovoort. Mijn tussenkomst, u mag het speed herbeluisteren, want ik heb het gevoel dat u vandaag niet goed wakker bent, ging over het feit dat u het woord omvolking hebt gebruikt. En ik heb gezegd, nu wel toevallig, wacht even, meneer Van Grieken. Nee, u hebt gezegd, we worden omvolkt, en daar ben ik tegen. De definitie die u gebruikt, de terminologie, zoals de professor en heel wat professoren zeggen, is niet onschuldig. Daar is een notatie aan twee. U zegt, ja, iedereen die hier is, daar gaan we samen een of andere gemeenschap mee opvormen. U bent anders hier, u zegt die woorden. Wat bedoelen dan uw collega's, meneer De Winter, meneer Van Rooij, als zij letterlijk zeggen in het parlement waar ik zit, ik ben een progressief moslim, wij kennen elkaar lang genoeg, als die zegt, er is geen plaats voor de islam, moslims moeten weg. Letterlijke woorden. Wat bedoel, de islam moet weg. Goed, wat bedoelt men daarmee? Verschil, wat men zegt, dat is een groot wat men daar doet, meneer Van Grieken, wacht even. Wat men daar doet, is natuurlijk met woorden bepaalde lonten aansteken, want woorden zijn niet onschuldig. Een bepaalde emotie injecteren in de samenleving en dan in tv-debatten zeggen, maar nee, dat bedoelen we helemaal niet. En dat is natuurlijk een gevaarlijk iets. Nog een laatste punt, wat uw collega Van Langenhoven heeft gezegd, wat wil dat dan zeggen over de migratie die er nu al is? Het is niet omdat je als kip in een honden...
stal geboren wordt, of waar het ook was, ik weet niet welke dier dat hem heeft gebruikt, dat je daarom dan deel van de gemeenschap bent. Mm-hmm. En dat soort taalgebruik, dat systematisch wordt gebruikt door een partij maar als het Vlaams Belang, hier ook wel, zorgt ervoor maar, natuurlijk sorry, dat we tegen elkaar worden hier wel van alles op, een, ik, ja, op ik, één ik, hoop. Ik wil iets uit de wereld helpen. Ja, maar ik ben het oneens met u, eerst maat, als u wel, zegt moet wel dat veel wij ooit helpen. Hebben gezegd kort, dat alle moslims weg moeten. Kunt je dat bewijzen? Dat wij in het parlement hebben gezegd? Als u zegt de islam moet weg, wat doen we dan met de moslims? Maar antwoord op deze vraag. Als u zegt de islam moet weg. Nee, de islam moet weg. Wat doen we dan met de moslims? Meneer Van Grieken, ik zou graag een antwoord hebben. Ik geef eerlijk toe, de islam is niet compatibel met onze manier van leven. Wat doen we dan met de Vlaamse moslims? We mochten perfect gelovig zijn, maar ik mag toch wel vinden, maar ik ben dat hier bekend revolutionaire daad, dat ik vind dat mijn belastinggeld, ons belastinggeld, niet moet dienen om een religieuze ideologie te financieren. Daar ben ik zelfs mee eens. Als dat al niet meer mag, Ik zou graag een helder antwoord willen. De islam moet weg. Nee, de islam moet weg. Wat doen we met de moslims? We moeten de islam niet erkennen. Moslim, maar de islam moet weg. Wat doen we met de moslims? De moslims, als zij burger zijn, zijn burger. Wij vinden alleen dat er geld naar die moslims moet gaan, naar het moslimgeloof moet gaan. Fascinerend. We gaan terug even naar de cijfers, want we gooien hier van alles op één hoop. De grootste minderheden zijn, begrijp ik, Nederlanders, Fransen. Ik neem aan dat u meer aanstoot neemt aan de niet-westerse mensen die instromen, als ik het goed begrijp. Klopt dat? Ja, natuurlijk. Die 1 op 3 is een heel groot deel Europeanen bij. Ja. Ja, natuurlijk daar is zit dat ook niet... uw zoon bij. Hè? Ja, maar nu wil ik daar nog eens één ding over zeggen, mevrouw. Wanneer wordt een persoonlijk leven van een politicus betrokken in een discussie? Ik heb dat gemerkt dat in maanden naartoe. U doet dat nu ook. Maar ik vond een keer u... partner betrekken, of u? Net, uw persoon, uw medische debat, uw publieke ruimte. Mijn kind, nog mijn vrouw, zit in het publiek debat. Maar als dat de lijn is, dat ATV trekt, dan volgende keer in het debat sleur ik de vrouw van imam erbij. En uw partner. Ik vind absoluut niet dat dat gaat. Maar als u toch vraagt, want ik vind dat, beneden alle pijl, mevrouw. Ten tweede, inderdaad, Europese migranten zijn niet het probleem, maar die vraag kreeg u ook voorgeschoteld bij het laatste nieuws trouwens. Hebben we trouwens niet het weer heldere, is heldere Nederlandse wijken? Zijn het de Nederlanders die boel maken in Brussel die de politie aanvallen? Is hier een Nederlandse maffia die met granaten aan het gooien is? Waren Nederlandse natuurlijk jongeren die een niet. Knokken natuurlijk niet. Boel schopten? Twee. Als je naar het verleden kijkt... Ik ben nog een vraag aan het beantwoorden. Ja. Ten tweede, dus je hebt inderdaad een groot verschil tussen Europese migratie en niet-Europese migratie. Ik kan alleen maar zeggen dat Marokkaanse wijken, Burgerhout, dat de Turken veel meer in het zuid gegroepeerd zijn. Ja. Je merkt dat gewoon dat die groepen niet integreren. Want waar denkt u dat de taalproblemen zitten? Zijn dat al die Fransen? Zijn al die Duitsers? Nee, hè? Nee. En dat probleem benoemen... Ik heb een journalist gehoord die mij stuurde... heel deze discussie over het woord omvolking katapulteert ons terug naar de jaren 90. We mogen de problemen niet meer benoemen. En ik denk oprecht, dat als je wilt samenleven... Veranderd, als het samenlevingsmodel, dat niet het mijne is, van u, meneer Nouri, maar als je een kans wilt hebben, dan moet je gewoon heel eerlijk zijn. Dan gaan we even op de pauzeknop moeten duwen, want het gaat niet zo goed momenteel. We gaan... Ik zou toch één iets willen zeggen van... Het gaat nu over plots Europeanen versus niet-Europeanen. Ten eerste is dat volgens mij een totaal foute opdeling die je maakt. Maar in het verleden was de Italiaanse migranten en de Spaanse migranten, zij werden beschouwd als indringers. En er is ooit een tijd geweest in 1900 dat 100.000 Belgen naar Parijs gingen om daar te gaan werken en in het noorden van Frankrijk. En zij werden beschouwd als onderkruipers en die er niet thuis horen. Dus het is een lange opvoeding die nodig is. En het is niet zo dat je zomaar grenzen kunt zetten van die wel, die niet. Nee, daar moeten we overheen kijken. En ik denk, meneer Van Grieken, dat je misschien het Belgisch voetbal niet ter harte neemt. Want als je dat zou kijken, dan zou je zien dat het de hele wereld is die in ons land voetbalt. En het Belgisch voetbal zou niet zijn wat het is zonder die migratie. En ik denk dat je misschien ook nooit naar The Voice kijkt. Want als je ziet, de talenten die daar komen, komen ook uit de hele wereld. Maar, en dus je kan altijd negatieve voorbeelden van corruptie, van criminaliteit geven. Maar het grootste deel van de mensen die hier zijn, zijn mensen die deel uitmaken van onze gemeenschap. Maar daar ben ik het mee eens, meneer professor. Maar ik kan ook niet zeggen dat het verschil is qua migratie. We hebben toch veel minder tijd en geld gestoken in het integreren van Italianen en Spanjaarden. Dat ging vrij
evolutief. Okay, waar over tijd en energie we moeten steken in niet-Europese We moeten afronden, stilaan, Imad Anouri. Het laatste wat ik wil zeggen, om het u zegt afronden. Als het gaat over kinderen hebben, ik heb er eigenlijk niet zo moeite mee om daarover te spreken. Ik heb zelf nog geen kinderen, maar als ik die zou hebben, dan hebben die deels migratieroutes en deels niet. Mijn vrouw heeft geen migratieroutes. Ik ben gisteren op stap geweest met mijn metekind. Mijn metekind is het kind van mijn beste vriend, de Dave. Blonde haren, blauwe ogen, die in kinderen heeft gemaakt met een Congolese vrouw. Dat zijn allemaal Antwerpenaren. En dat is net het punt. Kinderen die hier geboren worden, ongeacht de roots die ze hebben, zijn Antwerpenaren, zijn Vlamingen, waar we mee aan de slag moeten en die mee onze toekomst en onze samenleving opbouwen. En als het gaat over zaken zoals samenlevingsproblemen, criminaliteit en andere dingen, zijn dat zaken waar elke internationale topstaat mee geconfronteerd wordt en die we moeten oplossen. Maar het antwoord ligt niet in het culturaliseren. En dan wil ik die redenering afmaken en doortrekken. Nee, natuurlijk niet. Tenzij je natuurlijk beweert, of mensen beweren, dat je crimineel bent omdat je Marokkaanse of Turkse roots hebt. En het laatste punt dat ik zou willen maken, en dat vond ik eigenlijk een heerlijke over de rode duivels. Ik was er vanmorgen nog aan het denken. Het is een cliché, ik weet het wel, maar er klopt wel iets van. Als je teruggaat naar 1994, dat was de enige migrant die speelde, of mensen met migratieroutes die speelden bij de rode duivels, Bagot Luis Oliveira. Weet je nog? Die had Braziliaanse roots. En daarna kwam Josip Weber. Als je teruggaan in een tijd naar, laten we zeggen, meneer De Winter, en u laat foto's zien van de rode duivels vandaag de dag, dan denk je dat hij een hartstilstand krijgt, omdat daar inderdaad de hele wereld samenspeelt. Maar wat is het gevolg? Ja. Als je dat bekijkt in deze tijdsgeest, dat die ploeg de Belgische kleuren verdedigt, dat de pleinen en de cafés volstromen voor mensen om ervoor te supporteren en dat niemand eraan twijfelt dat dat de Belgische nationale ploeg is. Verandering is moeilijk, maar verandering is niet slecht. Oké, nog heel kort, Tom van Grieken. Ik ben het daar fundamenteel mee oneens dat de indruk wordt gewekt dat er geen positieve voorbeelden zijn. Er zijn heel veel positieve voorbeelden. Maar nu ben ik... Wat zegt u, meneer? Dan ben ik daar blij om. Dank u wel dat u er blij voor bent en dat u toch al één zin hebt laten uitpraten. Ten tweede, maar ik wil zeggen, misschien kan meneer Anouri en de communistische professor vinden dat als je door de burger Borgerhout loopt, Trotsebaan, door de Abdijstraat loopt. Ik benoem u niet met een bijvoeglijk naamwoord. Maar u bent voor een communistische partij. Als u lesgeeft in de Marxistische universiteit, dan bent u een communist, meneer. Dat is dat de definitie nu. Marx was geen communist. Nou, zijn we allemaal. Dat is de definitie. Maar het woord is niet aan Tom van Grieken. Maak u punt af. Kunnen we op zijn minst toegeven dat er problemen zijn? En dat is het ene wat we zeggen. Maar is er iemand die dat ontkent? Blijkbaar wel. Ik heb alleen maar positieve voorbeelden. Helaas wou ik tot dat feit maar ik vind dit geen debat geweest. Ik vind dit betreurenswaardig. Ik heb de reputatie om ongelooflijk hoffelijk te zijn. Maar op de manier dat ik hier ben behandeld geweest op ATV, is du jamais vu. Daarvoor ben ik 2 jaar geweigerd geweest. Mevrouw, ik vind dat ATV zich moet schamen. Ik vind het echt schandalig. Goed, nog een laatste vraagje, professor. Heel kort, want we moeten afronden. Hoe kan het beleid hier gebruik maken van die cijfers? Wel, ik denk de cijfers op zich natuurlijk, daar kan niet veel mee gebeuren, maar het is het combineren van die cijfers met andere elementen. Hè. Het gaan proberen te kijken in welke mate dat armoede, achteruitstelling, discriminatie, dat elementen zijn die een rol spelen om mensen eigenlijk niet op een gelijke manier te behandelen, bijvoorbeeld. Dat is zeker een onderwerp dat je kan gebruiken. Onderwijs is ook nog een heikel punt. Onderwijs is absoluut iets wat men kan nagaan in welke mate dat scholen inderdaad geconfronteerd worden met veel meer mensen met een migratieachtergrond. En zeker wanneer het dan gaat over de eerste generatie. Dus mensen die nog een buitenlandse nationaliteit hebben of die in het buitenland geboren zijn, geeft dat wel aan welke uitdagingen dat scholen hebben. En dan kan je natuurlijk extra inzetten om precies die mensen een goede opleiding te geven, want het is wel de jeugd van morgen. Het is onze toekomst die hier vandaag aanwezig is in het land, ook in de scholen. En de helft van de jongeren onder de 18 jaar heeft een migratieachtergrond. Op basis van deze criteria die er nu zijn, maar als we eigenlijk de criteria zouden uitbreiden, dan weten we dat als je 2, 3 generaties verder gaat, dat bijna iedereen iemand in zijn familie heeft met een migratieachtergrond. Ja. Dat is gewoon de wereld die verandert, en die verandert sneller dan vroeger. En dat maakt dat mensen ook wel onzekerder zijn. Ja. Maar het is die verandering is ook tegelijk een verandering die enorm veel positieve krachten losmaakt. En vandaag de dag is niet alleen de Rode Duivels, maar België als land is gekend in de wereld voor theater, dans, wat weet ik veel, voor de keuken, de Belgische keuken en zo verder. En dat heeft ook te maken met ook gekend, inspiratie, van alle mogelijke nationaliteiten die hier samen komen. Dus het beleid zal nog haar werk hebben, of zijn werk hebben, begrijp ik. Dank u voor de komst, Tom van Grieken, Patrick de Bozere en Imad Anouri. Dank dat u afstemde op Wakker op Zondag. Ik wens u nog een fijne zondagnamiddag en een knusse avond.